Deze donderpreek heeft de bedoeling om serieus te zijn. En jullie te beledigen. En dat je erom moet lachen. Dat je de schaamte voorbij komt. Want schaamte. Hoort niet. Schaamte heeft geen luisterend oor. Hoor je mij? Schaamte hoort niet. Schaamte luistert niet. En schaamte hoort niet te zijn. Er is die feministische roman geschreven door die Nederlandse feministe schrijfster Anja Mullenbelt. En die luidde die titel luidde De Schaamte Voorbij. Het punt is, schaamte hoort niet. Mensen die zich schamen, hebben geen begrip. Want ze schamen zich. En dat leidt tot ja, onbegrip voor ons, voor wij. En wij houden daar niet van. En daarom hebben wij gezegd dat je je niet langer hoeft te schamen, want Jezus Christus is gestorven voor jouw zonden aan het kruis. Dus jij hebt je nergens over te schamen. En dat is verhelderend. Dan gaat het alleen nog maar over nu. En niet langer over dat wat je uitgefroten hebt. Eindelijk, eindelijk word je ontvankelijk voor de nood van je medemens. Want jouw schaamte die zit in de weg. Nog een keer? Dus jouw schaamte verhindert jou om begrip te hebben voor het leed van jouw medemens. En daarom. Moet het afgelopen zijn met schaamte en niet zoals Anja Meulebelt zegt dat je uh, de schaamte voorbij kan gaan en dan ben je een lesbiennische feministe? Want dat is ze in de bodem. Ik beweer dit terwijl ik de inhoud van dat boek De Schaamte voorbij niet eens ken. Maar ik weet nu al dat het gaat over seks. Gek, hè. En ik weet ook dat uh, Jan Wolkers. Met de T van Dirk. Jan Wolkers. Die had het ook over seks. Ik wil wel eens weten uh, wat je nou als een Nederlandse auteur had kunnen vertellen aan het Nederlands gevolk zonder seks. Ja, dat is gewoon een, een simpele pauze, snap je? Harry Moelis met zijn uh, ontdekking van de hemel. Dat was seks. En ik wil niet seksistisch overkomen, maar als ik een vrouw was geweest, dan zou ik me toch echt niet laten wipperen met mijn knieën omhoog door zo'n uit zijn bek stinkende pijproker als Harry Gmoelisch. Je hebt toch wel wat beters te doen als lekker ding? Ja, dit vond ik een goeie Behoorlijk beledigend. Voor al die mensen die denken dat Harry Gemoelisch. Uh, hoe heet hij? Hij is joods hè? of niet? Je hebt van die Harry Gemoelisch vereerders die knielen voor hem. Ik zou niet weten waarom. Ja, toch? Of, of wat? Ik heb dat boek van Harry Moelisch, De ontdekking van de hemel. Heb ik van kaft tot kaft gelezen. En wat ik mij ervan herinner is dat er een manier van neuken is waarbij je eikel. Zo hoog komt dat hij tegen de baarmoedermond aankomt. En dat als die vrouw dan die baarmoedermond maar weet te bedienen. dat je dan het meest geweldige orgasme hebt. dat je je maar kan voorstellen. Hij is de uitvinder van het diepneuken meer weet ik niet mij te herinneren van de essentie van de ontdekking van de hemel. Behalve dat er op het eind er hele gekke dingen gaan gebeuren en dan komt er een lichtstraal en dan is alles goed. OMG. Oftewel. Oh mijn vader? Wat moeten we hiermee? Nou, Christus is er vrij duidelijk over en hij zegt al die maloten die beelden vereren en um, idioterie doen en ook nog gaan beweren dat ze uit mijn naam spreken of alleszins, maakt niet uit, gaat allemaal naar de hel. Ik vind dat een plausibele verklaring. Dat iemand als Harry Moenish uh, voor eeuwig uh, betreurt. Dat hij degene was die die wanstaltige letters. Nee, de, de wanstaltige lettervolgorde. Heeft gecreëerd. Een, een creator van chaos. Dus uh, niet een kind van God. Een, crea een creator van theater. En dat is hij. En die gaat branden in de hel. Dat is het. Dat is de brandstof. Christus zag dat naar mijn mening goed. En dat klinkt blasfemisch, dat ik dan uh, een eigen mening heb of dat wat Christus gezegd heeft, dat het goed is, alsof het aan mij ligt. Ik zeg je dat ik met heel mijn hart vind dat Christus gelijk heeft in het spreken over de hel. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Diep respect. Want branden ga je. Brandstof ben je. En meer niet. En de orde is God. De naam is God. En de orde is duidelijk. Want wij kunnen vermenigvuldigen. En laten we dat dan doen. Uh, meer kan ik er niet van maken. En doe het dan ook. Vermenigvuldig je. Ja, maar tegenwoordig heb uh, je ja, uh, die kinderbijslag. Nou, zo hoog is die niet. Jij? Uh, ben je mannetje of vrouwtje? Uh, jij trut. Want uh, ik ga niet doen wat God mij opgedragen heeft, want het is te duur. Je kan wel janken. Je gaat naar de hel. Eeuwig. Spijt. Dat is het enige wat mensen kennen: spijt en geen schaamte. Als ze zouden weten wat het verschil is tussen spijt en schaamte en ze zouden Christus accepteren, dan hadden we wat aan mensen. Wij. Ik spreek even namens iedereen. Heel even, snap je? Dieren hebben wellicht spijt. Die kan je kunstjes leren. Ja, laat ik dit maar doen, want anders krijg ik spijt. En wij haasten ons om te zijn als dieren en weigeren onze schaamte op te zoeken. Ja, er schieten mij voorbeelden te binnen. Want ik heb dus door dat huwelijk. Heb ik kennis gemaakt. Met het moederschap. In de zin van hoe doen vrouwen de rol van de moeder vervullen? Nou, dat komt erop neer dat je je kind afzeikt. Ja, maar Piri, nou overdrijf je. Ja, ja. Jij en ik in een fles vodka. En dan ergens in een kelder in de achterhoek. Met een doos Cubaanse sigaren erbij. En een grammetje wiet. En een camera erop. En dan praten we nog een keer. Homo! Sapiens! Ja toch? De bedoeling is dat jullie lachen. En dat je dat ook belachelijk vindt, hoe die vrouwen omgaan met hun kinderen. Dat je daar helemaal van moet grinniken. Denk je nou zeg, zo stom kan je ook zijn als moeder. En dat je in je broek moet pissen. Want zo was het. En ik vond het niet om te lachen. Ik zat me dood te irriteren en daar hou ik mee op. Die mensen gaan naar de hel. Ze in het afvalputje. Ze zijn niet ordelijk. Ze zijn wanordelijk. Ja, dat is jammer. Ik kan er niks aan doen. En je kan tegen die moeders zeggen van, ja, dat soort dingen hoor je niet te doen tegen kinderen. En dan moeten die moeders lachen. Dat heb ik meegemaakt. Dat ze om zichzelf moesten lachen. Dat ze zeiden van, ja, ja eigenlijk hoor je dat niet te zeggen als moeder. En dat ik zei, nee, inderdaad niet. En dat vonden ze super komisch. Ja, ga er maar aan staan. Je mag jezelf gelukkig prijzen dat God de verantwoordelijkheid heeft. En die heeft het behoorlijk duidelijk gemaakt: en namelijk dat als je aan de kinderen komt, dan kom je aan zijn kinderen en dan ben je vervloekt. En dat ben je ook als je gaat lopen wipperen met de buurvrouw en je gaat doen alsof het kind van Herman is. Dan ben je vervloekt tot in de vierde generatie of zo. Ja, het is heel vervelend, natuurlijk. Om te accepteren dat wij dit al 3000 jaar lang weten. Dus ons maak je de pis niet lauw. Homo. Sapiens. En ach, wat, wat verder dan. Hè? Wie gaat er naar de hel? Nou, iedereen die een leven geleefd heeft waarvan die op het einde moet zeggen: ik heb spijt. Als je dat hebt. Uh, dat is uh, meer dan vervelend. En de reden daarvoor is, is dat het einde bepalend is voor de waarde van het voorafgaande. Dus het, je hele leven was om iets op te bouwen. En dat wordt zo hoog. Het heeft die kwaliteiten, hè? En uh, die kwaliteit moet dusdanig zijn dat jij denkt van, nou, dat uh, was het wel waard. Ja, en als je dus eindigt met een lage kwaliteit, dan was dat het bereik van jouw aanwezigheid. En wat ben je dan? Niemand? Ik geef het je ter overweging. Dus wat als jij de pijp uitgaat? En jij moet beamen dat jij jouw eigen leven eigenlijk uh, saai vond, uh, vervelend. Uh, oh, dit zo tegen, dat zo tegen. En toen kwam ook dat nog en uh, uh, het was eigenlijk uh, ja, helemaal niks. Uh, ja, ik, uh, uh, ik ben blij dat ik dood ben hoor. Want uh, het leven is helemaal niks, namelijk. Heb ik zelf uh, echt waar, hè? Dus ik ben geboren en het uh, begon gelijk wel uh, goed fout. En uh, ja, je kent het wel. En uh, voor de rest ook. Uh, ik heb heel veel geprotesteerd. Dat wel hoor. Ik heb echt mensen ongelooflijk verrot gescholden. En, en ik heb me heel uh, Ja, uh, proberen te laten gelden, weet je wel. Maar het, het slaat helemaal nergens op, man. Het hele leven, dat. Uh, uh, volgens mij is het soepzooi. Maar dan ben je in de hel, snap je? Nice to meet you. I hope you know my name. Snap je? Want God is de naam. En degene die jij ontmoet, als jij in al dat geklaag zit, die heeft een naam. En hij hoopt dat jij weet wat zijn naam is. En bij God is dat niet zo, want bij God is de naam de naam. Naam, meneer, naam, broertje, naam, maar ook. Dat is Christus. Christus heeft gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid is de naam. Snap je? De naam, is de, waar, dat is de, de, de naam waarheid is de naam van Christus. De naam het leven is de naam van Christus. De naam de weg is de naam van Christus. Christus is de naam. Dat zei Hij zelf. Hij zei dat Hij de naam was. Begrijp die gozer. En je gaat mij niet lopen vertellen van ja, maar Christus hè, die heeft het alleen maar een beetje gezegd dat hij lekker wijven kon neuken. Nee, homo! Sapiens. Christus heeft helemaal geen wijven geneukt. Waar dan staat dat? Ja, dat boek van Dan Brown hè, zegt toch dat Christus ja, die heeft wijven geneukt. Ja, in mijn King James staat dat niet. En het was Christus ook helemaal niet te doen om het neuken van wijven en het veroorzaken van kinderen. Want uh, wij waren allemaal zijn kinderen. Hij had kinderen genoeg. Je hoefde niet te neuken voor kinderen, snap je. Hij moest de vervulling zijn van het Oude Testament. Dat was zijn taak. En hij heeft gedacht dat hij dat kon. En volgens mij. Heeft hem dat gelukt? Amen. Ja, zo moest het dus. Dat was Bereshiet. Hebreeus is dat. Dat was Bereshiet, man. En wij weten dat nu. En Christus heeft verteld van de hel. En you believe me. En neem het van me aan: dat al die mensen die jij hun kinderen ziet mishandelen, die gaan naar de hel. De enige vraag is of die kinderen zelf ook over zullen gaan. Tot het mishandelen van hun kinderen. Dat is de enige factor waar jij je uh, druk over moet maken. En meer niet. Mensen die hun kinderen mishandelen, die gaan naar de hel. Punt. Heel wel, maar Dan maak je echt een onderscheid tussen jouzelf. En uh, andere mensen. Ja. ja mijn dochter die kan zeuren over mij, maar dat komt omdat ze kan zeuren. En ondervraag mijn dochter maar naar wat ik fout heb gedaan. Dat is een karige lijst. Punt. Ik heb mijn dochter niet mishandeld. Punt. En haar moeder wel. Haar moeder is tekortgeschoten. Die heeft haar. Die heeft niet beseft dat ons kind niet ons kind is. Ons kind is een kind van God. Het is de vervulling van onze vervleeselijking. Dat is ons kind. En op het moment dat je die echt breekt, dat je gaat liegen. Terwijl er een kind in het spel is, dat maakt jou heel aannemelijk voor de dood. Want dat is de dood. En die dood verklaart die ex van mij tot het bestaan. Het bestaan is de dood. Dat denkt zij momenteel. Ik laat een pauze vallen. Dit gaat er letterlijk om. Als jij je laat bezwangeren en een echt krijgt, een, een serieusheid. Je kan mij verwijten dat ik seks met haar heb gehad voordat we eerst getrouwd waren. Aan de andere kant kan ik zeggen dat dat formele huwelijk. dat. Uh, ja, ik was eerder met haar getrouwd. Ik vertrouwde haar. Ik verkoos haar. Ik dacht jij bent mijn vrouw. Dat is wat ik dacht. Ja, en dan kan je van zeggen ja, dan heb je je vergist, zo. Ja, dat is best. Ik ben de eerste om fouten toe te geven. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik heb de verantwoordelijkheid gedragen voor het kind. Dat is mij waard, want anders had het mijn kop gekost. Ik mag nooit verantwoordelijk zijn voor het feit dat een, een mens de vernieling indraait. Dat vindt God niet zo leuk. Dat waardeert men niet. Je kan verzinnen wat je wil, maar uh, je zorgt ervoor dat het met de kinderen goed gaat. Punt. En zo niet, dan ga je naar de hel. En dat is ter compensatie, dat is je boetedoening. Eeuwig. Je zit bij het afval. Jouw naam staat niet in het boek der levenden. Je wordt een geval, meer niet. Je eindigt de boek als uh, iemand die P van de A stemde. En hij dronk vaak bier. En zo ga jij de geschiedenis in. Als een combinatie van die twee eigenschappen. Hoog uit. Of het is niet meer bekend wie hij was. En dat is de hel. Want iedereen heeft een wil tot zijn of niet. En die wil tot zijn houdt niet op als je lichaam ermee ophoudt. Jij behoudt je wil tot zijn. Waarom zou de wil tot zijn verdwijnen? Als het lichaam mankementen gaat vertonen, daar zijn geen bewijzen van. Er zijn wel bewijzen van dat de wil tot zijn, zelfs in de meest wanstaltige lichamen, alsmaar wil zijn. Getuige Stephen Hawking met ALS, die maar doorblijft, oude hoeren over zwarte gaten. Bij mij is het een wedstrijd of Albert Einstein een onaangenamer mens was in de omgang dan Stephen Hawking. En van Stephen Hawking weet ik dat zijn vrouw hem onuitstaanbaar vond en zijn kinderen ook. Dus ja. Hey, laten wij het eens zijn over het begrip van de hel. Wat dat inhoudt. Wil jij eindigen zoals Stephen Hawking met geouwen hoer over zwarte gaten? En je vrouw moet je niet en je kinderen ook niet. En dan gaan er nog uh, kwade verhalen in de rondte. dat die hele ALS een theater was. Ook dat nog. Dus dat jij onzin hebt lopen verkondigen over zwarte gaten. die je niet kan zien, want die kan je per definitie niet zien. Want al het licht verdwijnt in een zwart gat. En dan ga je toch zeggen: ja, maar uit het zwarte gat kunnen er dan toch uh, dingetjes komen. Maar die zijn dan eh, de onzin voorbij. En dan zogenaamd een discussie hebben, een retoriek hebben met een man en die heette Wijnberg. Wijnberg. Dat kan helemaal niet. Dat is een Wijnberg eigenlijk. Of je nou eindigt in één groot zwart gat, of dat je eindigt in een veelvoud van zwarte gaten. En daar ga je overlopen, ouwe hoeren. En nee, wil jij die zijn? Wil jij echt een Stephen Hawking zijn? Je gaat naar de hel, sukkel. Ik kan er niks aan doen. Zo is het. Het leven is niet om je bezig te houden met... Onzin. Wat maakt mij het een donder uit of het hele universum eindigt in één zwart gat of een chaotische veelheid van zwarte gaten die door hun chaoticiteit een uh, balans veroorzaken en daarin verdwijnt alles. In niks. En dat was het dan. Maar niet in één zwart gat. Nee, in een veelheid. Ja, ja. Ah, dat kan je dus mooi vertellen aan je kleinkinderen. Mijn opa heeft bestudeerd hoe het zal gaan over. Uh, 350.000 tot de macht Google jaar. En dat worden dus uh, meerdere zwarte gaten en niet één. Nee, daar zijn je kleinkinderen blij mee. Homo. Sapiens. De hel is er. Het is het, uh, het is het vermijden van de hel. Dat is onze uitdaging. Hoe kom je hier levend mee weg? Met het leven. Hoe kom jij levend uit het leven? Dat is alles. En dat leven is eeuwig, per definitie. Maar hoe kom jij hier levend weg? Hoe kom jij hier weg zonder dat ook maar iemand een traan laat? Ik laat even een pauze vallen, maar dat is waar je je zorgen over moet maken. Als er mensen gaan huilen op jouw begrafenis, dan heb jij dus kennelijk een appeltje te schillen of zo, of vice versa, of whatever. Een schijnjankerij. Dan heb je het niet goed gedaan. Homo. Sapiens. Dus op jouw bruiloft, uh, als je gaat trouwen met de dood, dat het helemaal over is. Je wordt één met alles. Eindelijk ben je van dat lichaam verlost, van die verantwoordelijkheid, van te moeten zorgen. En dan poef. Dan, he, he. Oh, Christus, dat is lekker zeg. Oh, fijne geleefd man. Kijk, dat gaan we doen. Snap je? Want dat is een wil tot leven die opnieuw tot leven komt. En daarom kon Christus ook zeggen: Ik kom terug. Dat is heel logisch. Hij komt terug. Hij was het leven. Dat zei hij zelf. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Hallo allemaal. En dan ga ik hangen aan het kruis. En daarmee is alles wat ik je fout hebt gedaan. Daar zeiken we niet meer over. En doe het in de naam van mijn vader niet opnieuw. Neem een voorbeeld aan mij. Ik ben de deur. En niemand komt tot de vader dan door mij. Dat kan je vergeten. Begrijp dat nou. Het is echt niet moeilijk. Het is een aanname voor jouw leven. En anders ga je naar de hel. Als jij niet accepteert dat God goeder is. Goeder, hoeder, goeder. De Arabieren zeggen God is groter. God is niet groot. Nee, God is groter. Ik zeg je, God is goeder. Hoeder. Van dicht. Die bekommert je om jou. Elke dag. Ik ga niet lopen zeiken. Ik liep vandaag naar de Albert de Gein. Voor bier. En ik kom langs een woning, zo'n flat, en daar hoor ik mensen schreeuwen in een buitenlandse taal. En ik denk: hoe durf je? Hoe durf je in je eigen koeterwaals te gaan lopen schreeuwen tegen je vrouw? Terwijl wij niet kunnen horen wat je zegt. Smeel op! Dan moet zo'n kerel eens proberen in het Nederlands. Dan had de politie op de stoep gestaan. Maar je kan het niet verstaan, dus je laat het maar gaan. Maar die arme vrouw, die kerel gaat naar de hel. Hoe durft hij? Dat begrijp jij toch ook? Dat dat niet kan. Dat is non-conform. Dat is niet gelijk de naam, de orde. Dat hoor je niet te doen. Je bent een dader en je gaat bij het afval. En we zijn blij dat je weg bent en je gaat branden, eeuwig. En alles ga je teruggeven. Zo so beert. Want als dat niet zo zou zijn... dan zouden mensen ons, wij, uh, leed aan kunnen doen... en dat verdwijnt in het grote afvoerputje... Ja, dan is er geen sprake van een eeuwige herhaling. Ofwel. Even met me meedenken. Wat zei ik net? Eeuwige herhaling. Dan is het geen debit credit. Dus, aangezien leed is. Hebben degenen die leed veroorzaken schuld? En als ze wegkomen met die schuld, dan zou dat inhouden dat leed moet zijn. Wij willen allemaal graag in onze reet geneukt worden. Dat is onze behoefte. Wij zijn kinderen van Graaf Mazog. Wij houden van pijn. Als je zo denkt, ben je een smelap. Het oordeel is daar, en je gaat naar de hel. Je weet niet wat je mist. Want je hebt je druk te houden met je eigen geklaag. Toch? Dat deed je bij leven al... en dat ga je na je dood tot een oneindigheid doen... en je gaat lekker klagen. Dat geeft wrijving... en creëert leven. En jij mag eeuwig klagen... Des te meer je fout hebt gedaan, des te gevarieerder je zult klagen. We zitten er echt op te wachten. Brandstof dat je bent. En dat die katholieken dat gebruik hadden geïntroduceerd om te verbranden en dat tot een feest te verheffen. Dat klopt. Alleen die brandstapeltoestand, dat is na zoveel uur uitgevakkeld. En dan is het op. En dan wordt iedereen weer koud. En dan uh, ja. Het is niet duurzaam. Snap je? Je kan dan. Die mensen die werden ingesmeerd met olie. Geen grapje. Ingesmeerd met olie. Textiel, kleren die ze aanhadden. of ze moesten naakt. Maar dat maakt niet uit. Maar gewoon burn, baby, burner. Maar dat is uitgefikt na zoveel jaar. Dag. Uur. Seconde, is dus eindig. Dat is niet wat de hel betreft. Dat is eeuwig branden als brandstof. Je zult weten wat je bent, namelijk een klaagneus. En daar hebben wij niet genoeg van nodig. Klagende mensen. Daarin leven wij. Want wij klagen niet. Of wel? Heb je mij horen klagen? Ik ben benieuwd. Ik klaag niet. Ik ben dankbaar. En je kan van mij zeggen: oh Ja, Perry, het is wel makkelijk dat je dankbaar bent. Want jij hebt nu een cruciaal beroep en. Uh, ja, ja, je moet naar je werk en, en de. Nou, ja, dat heb je allemaal gelijk. Hè? Mij gaat het makkelijk af. En zo bijzonder is dat wat ik doe, nou ook weer niet. En ik houd mij aan de tien geboden van Mozes. Ja, wellicht is daar een correlatie. Met name het gebod eert uw vader en uw moeder. Iets wat de hedendaagse mens uh, moeite mee heeft. En al die mensen die gaan naar de hel. Ondankbare geitenbokken, dat ze waren. Met de nadruk op ondankbaar. Ja, het was een moeilijke opgave. En uh, ja, je bent niet geslaagd. En uh, doei. Dag is het. Het is helaas. Er is een frase vanuit die existentiële fenomenologie van de hoek van Madame Blavatsky, de theosofie, en Jean-Paul Sartre, die viespuik, die Fransman, die het graag deed met jonge meisjes. Hij had een open relatie met Simone de Beauvoir. Op zijn trut. Maar ja, je moet mensen die Frans spreken, die zo zijn opgegroeid, die. Je hebt er niks aan. Het is. Ja. Het is wat je mag verwachten van een volksgeest. waarbij de taal zich. Dat taal seksistisch is. Dat is een le en la. Dat hoort niet. En Frans is om meerdere redenen ja, verschrikkelijk. Al was het alleen maar vanwege het, geboord, het woord meer mare en dat noemen wij uh, zee en wij daarmee bedoel ik wij je kan nog zeggen uh, mayim wateren ik vind zee het correcte een woord. Qua taal, hè? En het gaat allemaal om taal. Het gaat om het woord. En de hel. En de hel is dat je niet luistert naar het woord. En je doet maar wat. En dan gaan we spijt lopen hebben, maar helaas gaan we dood. Ja, ja. En ik weet dat het zo is. Ik zie mensen in mijn omgeving grote risico's nemen. Ik ken een vrouw en die heeft een gehandicapt kind. En ik weet. Hoe erg dat kan zijn, omdat ik nu schoonmaak in die sector. En ik denk dat ik cliënten heb gehad. Of ja, cliënten van mijn baas. En ik, heb, ik werk onder een schoonmaakfirma, de afdeling. En, maar dat zijn de cliënten van mijn baas. En ik moet voor die mensen alles schoonmaken. En het zijn mensen. En ik heb ze gekend. Er was nog een vrouw en die nee, twee vrouwen die werden verliefd op mij. Dat de mensen het gingen zeggen van ze is verliefd op jou. Wat moeten we daarmee? Ik begreep ze. En zij wil haar kind, kan haar kind niet onder ogen komen. Ze heeft haar kind bewust in de steek gelaten. Onder het mom dat ze het niet aankon. Ik laat een pauze vallen. Dit zijn echte dingen. Hè? En zij moet oppassen, anders gaat ze naar de hel. En Matthäus 7 dicteert dat als zij tot het inzicht komt. Dat ze instantaan aangenomen is voor de grote werkgever. De enige waarvoor je had moeten werken. En dat wist je toen niet of whatever. Dat maakt niet uit. Maar nu werk je voor de werkgever. En ben je net zo waardevol als alle andere werknemers. Net zo waardevol. Misschien beter. Ietsje minder. Dat bewijst zich dan wel. Je bent gelijk aan iedereen die ik weet niet hoeveel duizend jaar geleden al arbeider werd: robot, onderworpenen. Ja, die Arabieren hebben dat geloof islam. Dat betekent uh, uh, ja, um, onderworpendheid. Uh, de, het wezen van de mens is om onderworpen te zijn. Dat klopt. Dat is zo, namelijk. Wij weten het. Wij weten dat. Je bent onderworpen. En vanuit jouw positie vertel je de meest belachelijke onzin. Dat maakt niet uit. Je bent onderworpen. Het doel heiligt de middelen. Dat zijn wij. En wij zijn niet te stoppen want wij zijn het wij-gevoel, namelijk de rationaliteit. Gedenk Christus. Want bidden, dat mag. Als jij wilt bidden, dan, 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 natuurlijk mag je bidden. Waarom niet? Het laatste wat je wil is een verbod op bidden. Tuurlijk niet. Ga maar bidden. En wat moet je dan bidden? Nou, Christus zei als eerste, we gaan niet lopen bidden waar iedereen bij is. Dat alleen, snap je, is een manier om naar de hel te gaan. Je gaat in tegen het woord van Christus. Tegen de zoon van God die geofferd is voor jouw wanstaltigheden. En die heeft toen hij nog leefde tegen jou gezegd, als je wil bidden, dat is goed, maar niet dat mensen kunnen zien dat je dat doet. Hou het voor je eigen. Homo. Sapiens. En natuurlijk mag je bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam is geheiligd. Of worden geheiligd. Ik voorspel dat uw naam heilig is. De naam van God is namelijk de naam, oftewel onze Vader. Het is niet moeilijk. En voor de rest ga je naar de hel. Want er is voor de rest helemaal niks. Je, je, mijn dochter, die denkt nu dat ze de LGBTQ-beweging kan gaan helpen. Helpen naar wat? Penisamputatie? Betaald door de industriële uit Mozambique? Ja, ik laat maar een pauze vallen. Het is best erg met ons. En ik ben niet van plan om naar de hel te gaan, want dat staat nergens op. Ik ben alleen maar dankbaar. Ik vraag mij daadwerkelijk elke dag af: wat wil de wil? De, wat is verstandig om vandaag te gaan doen? Een mini. En als ze dan uiteindelijk uh, geoordeeld wordt door wij, uh, Elohim, uh, door wij, dat uh, uh, had hij toen had hij wel uh, wat beter kunnen doen, en, uh, dan ben ik de eerste om te zeggen van oké, okay, dan doe ik het overnieuw. Ik weet nu uh, meer dan toen. Ja. Dus stuur mij opnieuw. En dan terugkomend hè, op die, die Blavatsky-beweging, die dicteert dat dan ook. Dat iedereen die slecht is geweest in zijn leven, die wil zo snel mogelijk opnieuw geboren worden. En dat levert die overbevolking op. Er zijn allemaal slechte mensen doodgegaan en die willen gelijk weer tot leven komen. Ik ben in, het, in de ogen van de, 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 die, die, die meuk van Blavatsky, die theosofe, ben ik het kwaad. En ik ben ook kwaad. Ik ben boos op die stomme mensen. En dan weet ik wel, van ja, het is allemaal het werk van God en je moet je er niet druk over maken en laat Hem nou zijn gang gaan. Maar je moet er toch wat van zeggen. En nou ik toch bezig ben hè, met de hel. Ook zo'n manier om naar de hel te gaan is om je aan te sluiten bij een kerk en dan te zeggen: ja, ik ben lid van de. Ja, ik ben lid van de. Uh, bla 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 bla. En uh, dus uh, oké okay, of zo. En al helemaal niet als je dan zegt: ja, ik betaal 10 euro in de maand. Hè? Ja, ik doneer echt hoor aan de kerk. En dat maakt je tot wat? Door het arbeider? Ik heb alle respect voor Jehovah's getuigen. Die bij mij aan de deur komen en dan willen ze praten over de Bijbel. En dat vind ik meestal leuk. Als ik tijd heb. En ik heb er zeven in mijn woning. Waaronder de Statenvertaling en de King James. Dus kom komt bij mij langs. Nederlands en Engels. Wat wil je weten? Of wat vind je dat ik moet weten van de Bijbel? Erg leuk onderwerp. Maar dat maakt die mensen geen reden beter als ze niet arbeiden. Het is een formele arbeid die ze doen. Plichtmatig. En werken voor de Heere Heren is plichtmatig van microseconde tot microseconde. En dan in principe heb je geen tijd om je bezig te houden met een plichtmatigheid die je opgelegd wordt door jouw gemeenschap. Logica. Maar goed, het is goed. De mensen die Jehovah's getuigen langs de deur gaan en prediken van zedigheid en wat is er mis mee? Die mensen die gaan je niet persoonlijk nemiteren. Ze willen dat je erbij komt en dat. Kan je beter niet doen? Beter ga je met die mensen om als waren het vrienden. Dat je ze respecteert. Dat je hun hunkering naar een betere wereld respecteert. En anders ga je naar de hel. Dan mag je klagen, man. Er is maar één Bijbel. Er zijn er geen twee. En dan kan je lopen oude hoeren over het verschil tussen Matthäus 6 en Matthäus 7 in de vertaling van dit. En ja. En beperk je je tot de King James en de Statenvertaling. Dan is het. Duidelijk wat er staat: Gij zult niet moorden. Dat stond er. Dat doen we niet meer. En zelfs doden is daarvan gemaakt. Dat doen we dus ook niet meer. Nou, wie kan daarop tegen zijn? Ja, maar sommige mensen die verdienen de doodstraf. Ah, waarom? Uit genade? Uit medelevendheid? Of uit schaamte? Dat je denkt van nou, we leggen hem om en dan gaan we het allemaal vergeten. Dat hij er überhaupt geweest is. Hoe durf je iets van de schepping van God te doden, los van een dier? Ja? Dat is, uh, nogal basic, lijkt mij. En ga je er tegenin, dan ga je naar de hel. Als jij gelooft dat bepaalde mensen gedood moesten worden en dat was geweldig, je gaat naar de hel. Want je hebt de schepping van God betwist. En dat je iemand doodt omdat hij anders aan het moorden slaat, dat is wat anders. Dat gebeurt dan. Maar doden doen we niet. Niet van de mens. Als hij niet aanvalt. Geen doodstraf. Dat is belachelijk. Ja. Wij, de mensen, hebben te accepteren dat wij allemaal de wil van god moeten materialiseren. En dat doen we niet door degene die dat in onze ogen niet correct doen te dematerialiseren. Gedenk Christus toen hij zei: "Wat heb jij nou te makken over die splinter in het oog van de ander?" Terwijl je kijkt rondom de balk in je eigen oog. Wat loop jij te oordelen? En hoe erg is het niet dat wij leven in een maatschappij waarbij onze regeringen even gaan lopen bepalen waar wel of niet de doodstraf wordt toegepast? En wij vinden dat oké? Okay? Want onze regering is tegen de doodstraf. En daarom is onze regering goed? Onze regering zou moeten zeggen tegen ons: de wereld is zo verdorven. Wij creëren een eigen valuta. Wij gaan zorgen voor onszelf. Middels die eigen valuta. En de rest, dat is een kwestie van advocaten en contracten en die bekijken het maar. En de grenzen gaan dicht. Dat zou eerlijk zijn voor Nederland. Even kijken wie hier in dit land kan zorgen voor een ander. In plaats dat wij onze hand moeten ophouden. Hoeveel hulpbehoevenden hebben wij in Nederland als we nu de grenzen dichtgooien? Mensen die geen reet kunnen. Behalve klagen. Hoeveel? Mijn vriend Wim, die kan tuinonderhoud. Die kan je advies geven. Hij kan managen. Hij, hij leeft. Ik maak schoon. Ik maak toiletten schoon. Ik leef. En jij? Wat heb je gisteren gedaan? Het is een donderpreek. De bedoeling is dat je lacht. De bedoeling is dat je begrijpt wat de grap is. En dat de grap zo dichtbij ligt. Onder jouw handbereik. Bereshit betekent... Eh, brr, de, brr, de, het is een be, een bed en een resh. Brr. Dat is de zoon. Want het is de heer van het huis. De heer van het huis is de zoon. Br, uh, Brrschiet. Achter die na die rr, van rechts naar links, hè, komt de alef. Dat is God. Dus we hebben Brrschiet, het zoon... God. En dan kan jij je afvragen: Ja, maar is God niet uh, de Heer van het huis? Nee. De Heer van het huis is de zoon. Snap je? Dus de zoon van God. En dan komt dus heb je de zoon van God. En dan komt de Shin. En de Shin, dat staat voor vernietiging. Destructie. De zoon, God, vernietiging. En dan komt een Jod. Een Jotta. Dat is een hand. En dan als laatste de tet. Dat is het contract. De overeenkomst. Het kruis. Dus Bereshit, daar staat: Zoon, God, destructie, hand, kruis. En Christus, de gezalfte. Heeft gezegd, ik ben die. Dit ga ik doen. Ik weet wat dit inhoudt en als ik dit niet doe, dan ben ik een verzaker en zijn jullie de lul. Dit is gebeurd. Conform de schrift. En dan kan jij zeggen, ja, ik geloof de schrift niet. Maar dan ben jij een kritiker die zich niet verdiept heeft. Want ik heb het over de goede God. Snap je? En dat is een dubbelzegging, een tautologie. Want God is goed. En ga maar even lachen. Dat is zo'n therapie geweest van Bachwan. Om te lachen. Ga maar lachen over je eigen domheid. Over hoe je zo stom op kunnen zijn om dat te doen wat jij hebt gedaan. De Engelsen zeggen dan: uh, lach je kont eraf. Dat is een goede. Laughing my ass off. Dat is een goede. Je eigen stupiditeit. En dat dat niet uitmaakt, want. De reden dat jij nog leeft. is omdat God dat wilde. Daarom leef je nog. Anders was je al lang dood geweest. En jij bent daar. om hetzelfde loon te krijgen. als elke andere arbeider. die het al duizend jaar deed: namelijk bewustzijn. En het bewustzijn was er voordat het zijn er was. En het zal er zijn als het zijn geweest is. Snap je? Dus maak je niet zo'n zorgen. Overleef de boel. Dat is alles. Ciao. En iets op zijn Fins. Uh, zeggen die? Die uh, van uh, Kitos. Dat is Fins. <laughs> Tjus. Dat is hamburgers.